Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stop. Ik wil gaan rijden met mijn NS Sprinter. En één kant reed, de andere kant niet. En ik zag ook nog dat hier de goedkope AliExpress decoders in zaten. En er was ook nog iets met verlichting, ofwel... ik moet de digitalisering van deze een klein beetje opnieuw doen. Wat ik daarvoor wil gebruiken zijn de Logpilot standaard. Ik heb deze nog niet eerder gebruikt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik heb nu in elk decoder zitten, dus ik heb er hier ook twee voor nodig. Ja, die heb ik gelukkig op voorraad, sinds kort. Zo. Daar kan dat helemaal toe. De LaserDCC's die ik hierin heb gebruikt als een goedkoop experiment, die hebben geen kortsluitbeveiliging. Dus op het moment dat er op een van de pinnen kortsluiting ontstaat, dan is die pin ook gewoon klaar en kapot. En dat is dus gebeurd bij een van deze twee. Nou weet ik niet welke van deze twee. Maar eigenlijk maakt me dat niet zo heel veel uit. Want ik wil gewoon dit zwarte ding vervangen. Ik geloof, even kijken. Daar hoor ik een. Dat lijkt wel een afgebroken schroef. Interessant. Bij een van deze twee zat er volgens mij een onbeschermde draad op de schroef. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Dit ga ik even opzij zetten. Deze zo. Ga ik loshalen. Waar is mijn tang gebleven? Hier is er eentje. Zo. Als deze het nog doet, dan overweeg ik om die in de om deze te gebruiken als functiedecoder. De motoraansturing van deze LaserDCC bleek inderdaad echt verschrikkelijk te zijn. Oh kijk, misschien is deze decoder niet kapot, maar zijn deze solderingen gewoon niet goed. Want ik heb hier ineens een paar losse draden in mijn hand. Oh nee, die heb ik net losgeknipt hier natuurlijk. Hey. Blauw en groen. Zo. Mocht deze het dus nog doen, dan kan ik hem misschien als functiedecoder ergens gebruiken. Dat, ja. Dat functioneert. Laten we het daarop houden. Nou. Deze gaat er af. Zo, ik heb dadelijk dubbelzijdige tape hiervoor. En je kunt trouwens de wasmachine horen, mocht je afvragen wat dat achtergrondgeruis is. Die stond nog aan. En ik had geen zin om die nu uit te gaan zetten hiervoor. Ja. Ik heb dus hier alle coderingen enigszins al goed. Als het goed is, zit hier ook een rode draad voor de stroompick-up, een zwarte draad voor de stroompick-up, pardon, een paarse draad die ik even, ik denk niet dat die aangesloten had, een oranje draad voor de motor, één kant op, een grijze draad voor de motor naar de andere kant, welke kant weet ik niet, want ik heb het al losgehaald. Dat is een beetje experimenteren en misschien nog een andere kant op, andersom erop zetten, dadelijk, als ik weet hoe het allemaal loopt.
Ja. Blauw gaat naar deze rail. En dat is de algemene spanning voor de lampen. Geel gaat naar de LED-verlichting. Oh, LED-verlichting. Heb ik hier LED-verlichting in zitten? Het zou wel eens kunnen zijn dat ik hier LED-verlichting ingezet heb. Gaat in ieder geval naar de verlichting. Voor, en wit gaat ook naar de verlichting voor. En ik zie groen hier aangesloten. Oh, dat is de binnenverlichting die hierin zit. En dan heb ik paars niet nodig. Dan heb ik ze allemaal gehad. Nou, ik heb de draadjes er nog op zitten. Dus dat is makkelijk. Ja, ik geloof dat ik hier een keer een aflevering van gemaakt heb. Om hier LED-verlichting in te zetten. Ik zie in ieder geval dat ik hier iets... dan krijg ik dat op beeld. Dan steek ik daar een pinnetje uit. Dus hoe ik dat heb gedaan, weet ik niet meer. Zou ik zelf ook eventjes mijn aflevering terug moeten kijken. Ja, ik ga dit even solderen. Dat is niet zo heel spannend. Dus ik kom zo terug dat deze vast zit. Of zo niet. Wat er mis is gegaan. Zo, het solderen is gedaan. En ik heb ook uitgezocht hoe het nu zit met die verlichting. Ik heb hier voor LED zitten. En ik heb hier onderin LED zitten. Voor de binnenverlichting. En hier loopt een zwarte krimpkous. Hier zitten twee weerstanden in. De blauwe ader komt hier in het midden uit. Eén weerstand gaat naar de frontsluitzijn en de andere weerstand gaat naar de binnenverlichting. Betekent, of dat heb ik gedaan omdat de binnenverlichting waarschijnlijk een andere weerstandwaarde heeft. Of in ieder geval makkelijker geleid dan de front- of sluitverlichting. Of misschien minder goed geleid. Waardoor je het effect krijgt dat als je de verlichting en de binnenkant aanzet dat het front- of sluitzijn uitgaat, of andersom als je de front- of sluitzijn aanzet dat de binnenverlichting uitgaat. Nu zit er waarschijnlijk een probleem met de front- en sluitverlichting, dat als ik die de rode aanzet dat de witte niet aan zou gaan, maar dat doe ik in praktijk toch niet, dus dat vind ik aanvaardbaar. Maar dan werkt de binnenverlichting daarvan los daarvan nog wel. Dit is dus wel een probleem wat ik heb bij mijn Lima koploper. Als ik daarbij de binnenverlichting aanzet. Volgens mij stopte dan de frontsluit of andersom, als de frontsluit aanging, dan ging de binnenverlichting uit. Zoiets in ieder geval. Verder is deze decoder iets groter dan wat erin zat. Dus ik heb hier een vierkant gat geboord in de printplaat. Want hier zit een vrij grote uitstulping in die decoder. Die valt hier dan in, waardoor het geheel wat vlakker wordt en waardoor het allemaal wel past. Zo. Alleen hier pakt hij hem nog net niet. Bij de andere is het achtste lipje een beetje, ja, aan één kant een beetje gebroken, dus die is aan het drogen. Er zit wat seconden lijm op, dus dat zou niet zo heel lang moeten duren. Hier wil hij hem niet pakken. Dat is niet waar de decoder zit. Maar dit lipje wil niet hier achter blijven hangen. Ja, nee, hier pakt hij nog steeds niet. Dat is vervelend en jammer. Dat zal ik even los naar moeten kijken. Oh, ik kan nog iets willen vertellen over de bedrading. Dat doe ik dan maar aan de hand van deze. Hier zit de gele bekabeling aan het, de witte draad aan dus het frontsein. En de witte draad zit via de gele bekabeling aan het sluitsein, dus rood. En hier zit de grijze
kabel aan de blauwe voor de motor en de oranje aan de zwarte. In deze die ik net dicht heb gemaakt, die ik niet opnieuw open ga maken, zit geel op geel. Dus dat betekent de gele draad is de rode lamp en wit is de witte lamp. En daarin zit grijs op zwart en oranje op blauw. Wat ervoor zorgt dat als ze zo op de baan staan, ik zeg vooruit, ga ik even vanuit dat dit vooruit is, rijdt de ene achteruit met rood sluitsein en de andere vooruit met het witte frontsein. Precies wat je wil hebben als je ze op de baan zet. Wel merkte ik dat de stroompick-up van één enkele een beetje matig is, maar ik heb dus deze bekabeling zo gedaan in het verleden al dat hierop staat de spanning van de baan, dus die pakt hij over de hele, over alle wielen heen doet hij nu de stroompick-up en dan rijdt het eigenlijk heel oké. Rest mij alleen nog te wachten tot het hier helemaal droog is. En als het helemaal droog is, is het helemaal droog, is het ver droog, als het droog is, dichtmaken en daarmee een rondje gaan rijden. Want dat wilde ik eigenlijk gaan doen toen ik merkte dat hij kapot was. Nog wel één ding. Ik heb naar de decoder gekeken. Hij heeft een veel simpeler model voor functieaansturing. Dat is voor sommige mensen een beperking. Ik begreep de oude niet, als ik eerlijk ben. Die zit veel dichter in de buurt van die leest DCC. De motorbesturing is ook wat uitgekleed. Maar ik heb begrepen dat die nog steeds best wel in de buurt komt van de oorspronkelijke Lokpilot 4. De Lokpilot 5 weet ik het nog niet van. Die heb ik nog niet in mijn handen gehad. Dus tot zover. Ik ga een rondje rijden en alvast bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer. Er is nog wat af te dingen op de lichtdichtheid. En dat komt omdat het bovenste stuk niet helemaal lekker sluit op dit moment.